Buddy. Hallo mensen, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Heid en Ziek video hier samen met Ryan. Hi. Liam. Hoi. En Rick. Hallo. En ja, vandaag zitten ze alle drie verstopt in Retail Row. Dus dat is natuurlijk ook op zich wel een groot startje. Of tenminste, wel iets kleiner dan Tilted Towers, maar ook iets groter. En het leek me ook gewoon leuk om hier op zoek te gaan naar mensen. Maar, zitten jullie goed verstopt, jongens? Beetje. Als ik eerlijk mag zijn, niet. Nee. Ah. Ja, het is op zich wel een plek met een hoop gebouwtjes. Je kan in best wel veel gebouwtjes nog zitten of gewoon echt verstopt achter dingetjes zitten. Het is niet heel hoog dat je heel veel hoogteverschillen hebt waar je echt kan zitten. Maar het is dus de bedoeling dat ik dit poortje op zoek ga naar Ryan, Liam en Rick. En degene die als eerst gevonden wordt, die gaat ons straks zoeken in Shifty Shift. Maar laat ik beginnen, want ik zit nu een beetje rond te huppelen. Dus even kijken, hier heeft iemand al het waterkraantje opengemaakt. Dat zegt natuurlijk niks. We zijn allemaal binnen de bergjes van Retail Row. Dat is in ieder geval wel de bedoeling. En ik ga gelijk eventjes hier kijken. Ik weet totaal niet waar je bent nu. Ik had het idee dat hier iemand zou zijn. Liam is als eerst gevonden. Ik wou Liam niet echt gelijk doorgeven dat ik hem had gezien. Maar had je het door, Liam? Oh. Een klein beetje. Maar je weet dat je al een keer eerder verstopt bent op een kano, hè? Ja, ik dacht, probeer het nog een keer. Liam houdt van kano's. Oké. Dus Liam is gevonden. Houdt in dat Liam het volgende potje op zoek gaat naar ons. Dus ik ga even kijken. Ik denk niet dat hij hier... Iemand, het zou ook een beetje voor de hand liggend zijn dat iemand daar bovenop gaat zitten. Maar ik ga gewoon rustig verder zoeken. Dat heb ik al bezocht, of in ieder geval onderzocht. Gaan we kijken. Als je mij niet vindt, snap ik het niet. Nee, maar ik ga jou wel vinden, Ryan. Ook niet in de boompjes. Rick is nog helemaal niet nerveus geworden? Nee, helemaal niet. Oké. Dat scheelt tenminste. Dat scheelt. Niemand hier... Ik denk ook niet dat hier echt iemand verstopt zit, maar je weet het natuurlijk nooit. Ik kan ook daar bovenop, dat zou ook nog wel sneaky zijn, maar ja. Oké, ik kan bijna met zekerheid zeggen dat hier niemand zit. Dus dat houdt in dat ik weer doorga naar het volgende gebouwtje. Ja, sommigen zullen best wel stressen. Ja. Ook niet. Ook niet achter de container, ook niet tussen... Oh, Ryan en Rick zitten hier. Nee. Waar? Nee, grap, ik zag twee vuilniszakken naast elkaar. Ah. Ja, ik blijf het doen, hè. Oké, een magnetische veld. Het zou wel eens kunnen zijn dat iemand hier gaat zitten. Dat heusje daar. Ja, jij ziet mij, Ryan. Ik heb je al door. Ik denk dat Ryan hier ergens in de buurt zit. Ik weet niet waarom, maar de manier hoe hij weer praat... Ja, ik moet beter mijn mond houden. Ja, dat denk ik wel. Tenminste, als je niet snel gevonden wilt worden, zou ik dat wel doen. Ja, dit wordt natuurlijk weer veel verder van retail vandaan. Maar ik denk dat ik toch, want deze gaat lekker mee. Ik heb de grappling hook. Hoppa, even kijken. Moet ik wel binnen het veld blijven, anders dan krijg je natuurlijk falling damage. En nu zou ik dan ook gewoon doodvallen. Dat moeten we niet hebben. Maar dit is wel echt chill. Wacht, gooi even voor de grap. Dit fortress. Maar kijk, als je die dinges pakt. Het gaat echt, je gaat super hoog. Het is gewoon echt best wel grappig. Oké, dat maakt me natuurlijk wel op een hoger plekje gelijk. Uh-oh. Want Ryan zat wel te giechelen. Ryan, je bent netjes binnen de bergjes van Rieten. Ja, ik zie je springen. Je ziet me springen, oké. Oh, daar gaat ze. Oh ja, het is een bounce pad, dus dat kan geen kwaad. Dus ik ga even kijken, zit er iemand? Daar kan niemand zitten trouwens. Ook niet onder de vrachtwagen. Rick is wel heel erg stil, moet ik zeggen. Nou. Niemand ook in de boom? Niemand in de bomen? Maar het kan natuurlijk ook dat hij dan aan deze kant in de boom zit.
Ja, nee, hier zit niemand. Tenminste, daar ga ik vanuit. Ik heb er wel van geleerd. Nee, hier zit niemand. Er zit iemand bij het hondenhokhuis. Ga eens even kijken. Want je, juist omdat je zoveel plekjes hebt waar je kan verstoppen, zou het ook zomaar kunnen zijn dat iemand... Ja, hoe moet ik het uitleggen? Dat iemand echt gewoon op een hele simpele plek gaat zitten waar je juist niet op focust. Omdat je er maar van uitgaat dat er niemand zit. Iemand heeft hier wel de garagedeur kapot gemaakt. Maar dat zegt ook niks. Oké, niemand hondenhokhuis. Even kijken. Ik hoor iemand lopen. Dat is Liam. Ja, het zou ook wel een beetje raar zijn als iemand nu gaat lopen natuurlijk. Dus het was een beetje voor de hand liggen. Kijk dat wel uit. Liam was. Niemand hier. Nee? Zeker weten niet? Oké, hier zit niemand. Tenminste, ik ga ervan uit dat er niemand zit. En dan gaan we eventjes door naar dit gebouwtje. Want wie weet zit iemand hier wel. Want hier zijn we nog niet geweest. Deze kant. Wordt iemand al nerveus van jullie twee? Net een beetje. Net een ik beetje, oké. Ik word heel zenuwachtig. Ja, is dat echt, Ryan, of zeg je dat alleen? Nee, dit is echt. Dit is echt. Oh, maar jij zag mij net, dus ik ga ervan uit dat je bij een raam staat. Tenminste, jij zag mij net. Ja, ja, ik zag je net. En vanaf hier kan je mij ook zien, als je weet dat ik daar zit. Maar hier zit jij denk ik niet, dus dat sluit ik buiten. Mag ik een hele grote tip geven van dat je al een heel gebied kan uitsluiten? Jij mag wel iets zeggen. Maar dan sluit je echt één deel van retail af waar we allebei niet zitten. Oké, nou je mag het zeggen. We zitten niet verder dan sowieso het tankstation. Dus we zitten niet in de andere huizen. Dus niet in de andere huizen. Dus jullie zitten niet achter het taco's barretje. Dus laten we zeggen, hiervoor zitten jullie allemaal nog. Dus ja. Bij de winkeltjes, maar niet bij de huisjes. Inderdaad. Oké. Okay. Wow, dit was ook een sneaky plekje geweest als je daar kon zitten. Oké, okay, maar niet verder dan het tankstation. Dus daar ga ik ook niet vanuit dat jullie erachter zitten. Nee, dat ga ik dan niet vanuit. Nee, er zit hier niemand. Uh-oh. Ja. Nee. Lekker rijden. Ja, ik dacht, niet achter, dus jij bent dan heel duidelijk. Dus ik dacht, hij zit daar ergens dan, in de buurt. Ik zat aan het kijken. Maar goed, Rick. Ja? Zit jij daar ook in de buurt? Dat zou heel goed kunnen. Dus kijk, zit Rick misschien in een boom? Ja, ik heb hoogtevrees. Je hebt hoogtevrees, oké. Dus ik kan ervan uitgaan dat jij nu niet... Oh. Waarom maakte jij een geluidje omdat ik... Ik schrok een beetje. Misschien zit je wel in een boom dan. Nee, ik zit niet in een boom. Ik zit niet in een boom. Ik heb mijn spullen meegenomen, Linda. Ja, ik had je grappling hoek gepakt. Het ligt hier nog gerift, hè, als je hier weer gebruikt. Oh ja, en je grenade. Oké, Rick. Durf je één keer te schieten? Jawel. Doe dat eens. Oké, dat klonk daar ergens. Waar? Nee! Ja, ik wist het! Nee! Dat geluid, dat is tricky. Het klinkt hier al. Ik weet niet of dat echt specifiek hier is. Maar het klonk heel hol. Tenminste, het leek heel hol te klinken. Ja, inderdaad. Maar goed, ik heb jullie alle drie gevonden. En Liam is als eerste gevonden. Dus dat houdt in dat we nu met z'n allen naar Shifty Chefs gaan. En dan mag Liam ons gaan zoeken. Oké. Okay. We zijn bij Shifty Chefs aangekomen. En ja, ik zal gelijk eventjes vertellen waar we allemaal precies mogen verstoppen. Want we mogen gewoon Shifty zelf hier in de mijn aan de ondergrond en aan de bovenkant verstoppen. Wel een beetje binnen de hekjes. Maar we mogen ook verstoppen bij deze twee huisjes. Dus daar zijn ook nog wel wat plekjes waar je kan zitten. Dat maakt natuurlijk net eventjes iets groter. En ik ga eventjes kijken, want Rick, ja? Heb jij al een goed plekje gevonden? Nee, nog niet. Nog niet. Ik ga ondertussen ook eventjes kijken waar we allemaal eventueel zouden kunnen verstoppen. Dat is misschien een beetje voor de hand liggend. Beetje makkelijk. Ik probeer wel alles weer een beetje achter me dicht te doen. Ik dit ook. Dit... Ja, dat is ook weer... Nee, dat is weer te makkelijk. Je hebt op zich wel wat plekjes waar je kan gaan zitten. Kijk, bijvoorbeeld dit zou ook nog wel sneaky kunnen zijn.
Misschien dat ik dat kan overwegen. Dit is wel een optie voor mij om te gaan zitten. Dan loop ik nog eventjes door naar Rick. Rick heeft een rift gepakt, ja. Of niet Rick? Ja? Okay. Ongeluk. Ongeluk, ja, kan gebeuren toch? Is niet erg. Hier, kijk, hier kan je eventueel ook gewoon nog andere dingen... Oeh. Dat kan dus dat niet. Dat kan denk ik niet. Wacht. Ik heb eventjes wat nodig. Dat is wel genoeg. Ik weet niet of je daar kan zitten. Het is wel heel erg... sneaky om zo maar te zeggen. Als ik dit doe dan... Nee, dat gaat denk ik helaas niet. Als ik dat doe dan maakt dat weer kapot. En dat is een beetje zonde. We zitten natuurlijk te kijken waar we allemaal kunnen zitten. Als jullie een plekje hebben jongens, zeg het me dan. Dan kom ik eventjes kijken waar jullie precies zitten. Ja, dat is goed. Weet jou een plekje dan? Ja, ik heb al één plekje gevonden. En nog iets anders in mijn hoofd waar ik eventueel zou kunnen zitten. Maar... Ik had een plekje gevonden, maar toen viel ik dood. Oh, ja. Dat is ook weer niet heel handig. Dit is ook... Oeh. Ik heb misschien voor iemand wel een plekje. Wacht, ik heb misschien ook iets. Ik heb wel echt een sneaky plekje op zich voor degene. Wilt iemand mijn plekje hebben? Wat voor plekje heb jij? Ik kom naar je toe. Ja, ik had misschien een plekje, maar ik weet niet zeker of het echt goed was. Ja, ik denk dat het wel echt een sneaky plekje kan zijn. Even kijken, waar ben jij? Hier en dan dat ik er nog wat... Ja, ik wil ook niet te veel verklappen, want Liam die hoort wel gewoon mee wat ik allemaal zeg. Ja, voor mij mag je alles zeggen. Rick? Ja. Hier ben ik. Oh ja, ik ben bij jou. Linda, kijk. Wat vind je van deze plek? Aha. En dan dat daar wat doen. Wacht, ik zal één keer kijken. Ik moet alleen zeggen als je zegt dat het je goed lijkt. Aha. Wat denk je? Ja, wat zeg jij ervan? Ja, ik vind het wel Ryan, kom eens. Ik zal eerst even jouw plek kijken, want jouw plek was daar. Even goed voorzetten. Oh. Wacht, even nog. Oh. Lastig hoor. Ja, je trilt er helemaal van. Als ik zo ga zitten op mijn hurkie. Ja, zo. Het ziet er niet heel comfortabel uit, maar... Nee, denk je dat het goed genoeg is? Je trilt een beetje. Ja, dit valt op, dat trillen. Ja, het valt op, je speest hem een beetje. Ja. Kijk, hier zit Rick. Maar wat vind jij hiervan? Ik vind het... Of valt het heel erg het op? Het valt echt wel op. Ja? Ja, kijk, ja. Als je zo loopt, valt het weer niet op. Maar het is maar net inderdaad vanaf welke kant, want als je zo gaat... Ja. Maar ja, Rick, ja? Je moet zelf maar weten welk plekje je wilt hebben. Uh-huh. Dat kan je eventueel misschien weghalen. Valt dit op, Linda? Kijken. Een klein beetje, maar ja, het is maar net vanaf welke kant. Het is precies hetzelfde zoals net bij Rick. Vanaf welke kant je gaat. Dat is overal een beetje zo. Ja, klopt. Je kan natuurlijk ook nog... Ja, jij kan ook. Het leuke aan deze plekjes vind ik wel is dat je hoog en laag kan zitten. En ik weet ook op zich nog wel een goed plekje. Meteen kapot schieten. Daar. Ga heel eventjes daar naartoe. Ik hou voor mezelf de optie open om daar te zitten. Want dat is niet, denk ik, waar iemand heel snel naartoe gaat. Oh. Lukt dat, Ryan? Ik ben gevallen. Ik heb wel een leuk plekje op zich. Hier heb je op zich ook nog wel. Even kijken of je daar... jullie mogen in de mijn en bij de huizen zitten. Dat is één ding wat duidelijk is. Zitten jullie al verstopt, jongens? Ja, ik weet al mijn plekken waar ik ga zitten. Ja, ik weet ook al waar mijn plekje. Ja, jullie hebben ook al jullie plekje gevonden? Ja, ja. Oké, Liam is in de buurt. Liam vanaf van de welke buurt. Kant kom je aan, Liam? Ik kom vanaf noord. Vanaf noord. Ai. Ai, ai, ai. Ik ga maar beginnen met de mijnen. Met de mijnen? Ja. Andere mijn. Keuze? Ja, kan ik dat meteen uitsluiten? Ja, want je gaat er ook gewoon gelijk vanuit dat er niemand zit? Nou, ik heb zo'n gevoel van wel, maar...
Ja. En we mogen in principe overal zitten. We mogen binnen de mijnen inderdaad. We mogen niet op heuveltjes of gebouwtjes of in ieder geval bergjes zitten. Maar we mogen wel ook in de twee huisjes die ook hier staan in Shifty. Alleen ja, zit daar iemand in of niet? Dat is natuurlijk de vraag. Ik zie in ieder geval dat de Emma al weg is. Dus... Ja, maar dat zegt niks, hè? Nee. Maar je zit nu in de mijnen, toch? Ja. Oké. Ik niet. Jij niet? Ik ook niet. Ah, ik heb zo'n gevoel van Rick wel. Nee. Tuurlijk niet. Meteen het gevoel naar Rick toe. Ja, gelijk Rick eventjes blamen. Ja, tuurlijk. Rick, waarom lieg je, Rick? Ik lieg niet. Nee, ik ga Rick zijn plek ook niet doorgeven. Dat zou een beetje nice, Rick, zijn. In de mijnen. Nee, een grapje. Ja, ik zie niemand in de mijnen. Dat klopt. Iemand in de mijnen? Maar misschien zit Rick weer in een vrachtwagen. Nee, ik maak geen twee keer dezelfde fout. Er zijn drie vrachtwagens, toch? Twee van de drie niet. Oeh, kistje open. Lukt het? Ja, volgens mij zit jij hier in de buurt. Ja, ik zie je wel, ja. Oeh. Oh, iemand neemt iets in of zo. Oh, waarom schiet je naar mij? Huh? Je kan mensen echt zo erg trollen als je ze vanaf een bepaald punt ziet en ze zien jou niet. Ik zie je door de boom het bos niet meer. Ik hoor iets. Laat ik daarop houden. Liam? Door de boom het bos niet. Nee, door de boom het bos niet meer. Letterlijk. Ik hoor hier rechts iets. Ik hoorde iemand heel de tijd een check of zo. Hi. Was hij dat, Liam? Nee! Hij heeft me! Oh, waar zat je dan, Linda? Hij heeft me! Ik zat achter een boom. Oh, echt? Maar ik dacht, als hij het hier gelijk al uitsluit, dan wil ik hem wel een klein tipje geven. Maar volgens mij gooide iemand een grenade of iets. Echt? Oh, echt? Daar, iemand gooide iets waardoor hij dacht dat ik daar zat, volgens mij. Oh, ik gooide hem naar het noorden toe. Ja, dat... Maar dat was heel de andere kant op. Daardoor ging hij volgens mij wel deze kant op. Ja, ik hoorde impulsen. Toen hoorde impuls was richting Tilted, dus ik weet niet... Ja, ik weet het ook niet, maar het maakt niet uit. Ik ben gevonden. Hé, er is hier een dak weg. Ik hoor iemand. Het kan ook zijn dat je mij hoort, Rick. Dat hoop ik maar. Oh, ik had wel een mooie tip gegeven. Ik zie door de boom het bos niet meer. Hey. Hi. Alles chills daar? Oh ja. Mooi. Over de mijn zie ik ook bijna niet. Liam, waar blijf je nou? Ja, zometeen kom ik naar je toe. Waar loop je nu eigenlijk, Liam? Nog steeds in de mijn. Nog steeds in de mijn. En mee? Maar ik heb zo'n gevoel dat ze bij de huisjes zitten. Nou ja, laat ik zeggen dat we op zich wel aardig dicht bij elkaar in de buurt zaten. Oeh. Dat kan ik wel zeggen. Ja. Ik wilde zelf in eerste instantie in het huis gaan zitten, maar ja, ik ging niet in het huis. Wilde iemand anders in het huis? Nee hoor. Nee? Nee? Oké, dus niemand zit in het huis. Ik zit droog. Kunnen ze wel zeggen. Ja, dat kunnen ze wel zeggen, maar jongens, kunnen jullie niet een hele kleine tip geven voor Liam? De mijn. Serieus? Rick, is Liam al langs je geweest? Nou, ik heb hem wel heel dichtbij gehoord, maar nog niet gezien. Oh, oké. Ik zag hem al meteen aan het begin. Meteen aan het begin. Hé? En ik moet eerlijk zeggen dat ik hem net wel heb gezien. Dit is moeilijk. Hey! Ja, ik heb nooit gezegd dat het makkelijk is, hè? Hey, Ryan. Ik heb nooit gezegd dat het makkelijk is. Lekker, Ryan. Je liep eerst langs me. Maar ik Ryan op deze plek. Ja, toen dat je aan begin, ik kwam van het noorden begon, ik kwam meteen te stressen, want dat was de kant dat ik mee kon zien.
Ik zeg echt absoluut niet. Maar Rick zei dus, hij is in de mijn. Hier. Hij is mijn mijn. Neem me maar, Rick. Mijn. Ja, en dan? Kan je eventjes, oh? Kan je gewoon eventjes, drankje doen? Oh, oké. Okay. Nou, ik ga toch voor de zekerheid bij de huisjes ik kijken. Ik heb Rick even een drankje gegeven. Oh, Rick, hier. Dankjewel, daar. Rick. Ik snap dit niet. Alsjeblieft. Ik snap dit niet. Lin. Ja, ik had Rick, ik zou wel deze... misschien het wapen op kunnen pakken? Ja, ik pak het wel eventjes, dat steekt het heel erg uit. Maar wel bedankt voor deze plek ondertussen, trouwens. Ryan, lust jij ook nog een drankje? Dat is wel een goede plek die je gevoeld hebt, hè? Ik lust wel een drankje. Alsjeblieft. Ik heb even wat drankjes uitgedeeld. Hé? Hoi. Hey, ik hoorde iemand. Oh, dat was ik. Of... Hé? Dit was er net nog niet, toch? Of... Wat? Nee! Oh mijn god, ik moest lachen, ik begon te lachen. Wow. Nou, Liam, goed gedaan hoor. Hoe heb ik dit goed gezien? Hoor. Ja, dat vragen wij ook af. Dat vragen we ook af, maar het was wel echt een geniale plek. Het is natuurlijk, het scheelt ook. Wow, jongens, ik zie een nog betere plek. Echt? Ja, kijk hier. Ik ben bijna beneden. Waar? Als je daar gaat zitten. En dan daarboven gaat bouwen, dat is wel sneaky als je daar gaat zitten. Ja, dan kan inderdaad. Niet verder. Ik weet niet hoe je... Maar je kan het dak altijd zelf nog maken. Dus dan bijvoorbeeld, even kijken hoor. Want... Ik denk dat het meer zou opvallen nu. Ja, ik weet niet of het echt op zou vallen. Ja, dat valt wel op. Ik weet vanaf welke kant je het bekijkt. Goed, Liam, je hebt het goed gedaan. Maar dat maakt natuurlijk wel weer dat we aan het einde van de video zijn. Ik zou zeggen, jongens, gooi eventjes in de reacties welk verstopplek jullie het best vonden van deze twee potjes. Dan zeg ik, doe een duimpje omhoog als jullie de video leuk vonden. Check de andere uit. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!